Van Eftelingen. Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Eftelingen. Met deze keer weer een nieuwe aflevering van Eftel Nieuws. Met deze keer het weekoverzicht van de afgelopen 2 weken. Dus het nieuws en alles wat er is gebeurd. We gaan gelijk beginnen. Efteling wil nieuw versie Monsieur Cannibal half december openen. Nieuwe versie van Monsieur Cannibal in de Efteling moet half december 2021 af zijn. Na zondag 5 september wordt de conventionele kookpottenmolen gesloten voor een enorme verbouwing. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot en met maandag 13 december duren. Dat blijkt uit de bijgewerkte onderhoudskalender van het Sprookjespark. Monsieur Cannibal wordt omgebouwd tot een attractie met Sinbad de Zeeman. Bezoekers draaien straks rond in handelsschuitje in plaats van kookpotten. De nieuwe naam wordt Sirocco. Dat is het eerste nieuwtje in deze. Personeelstekort speelt de Efteling parten. Horeca noodgedwongen dicht. De Efteling kampt met een schrijnend tekort aan personeel. Dat heeft pijnlijke gevolgen voor de bezoekers. Horecalocaties in het park moeten op sommige momenten noodgedwongen gesloten blijven, omdat er niet genoeg medewerkers beschikbaar zijn. Ondanks de drukte en het gunstige weer waren vandaag bijvoorbeeld meerdere eetgelegenheden dicht, waaronder 2 ijskramen. Dat beeld gaan we de komende periode vaker zien, verwachten ingewijden. De Efteling heeft momenteel ontzettend veel vacatures, waarvan een groot deel voor horecapersoneel. Exacte aantallen worden niet bekendgemaakt. Het probleem wordt bemoeilijkt door de verruimende openingstijden van het attractiepark. Vanaf vandaag is de Efteling tot en met zondag 5 september bijna dagelijks geopend van 10 tot 10. Werknemers van de Efteling hebben een hoop voordelen moeten inleveren in coronatijd. Zo is gratis toegang tot het attractiepark voor medewerkers en hun gezinsleden niet meer vanzelfsprekend. Ook werden de salarisverhogingen verschrapt. Dus dat was het belangrijkste nieuws. En dan gaan we nu over naar wat video's van deze week, wat er allemaal is gebeurd, zoals de onderhoudskalender en de bouwwerkzaamheden. Zoals jullie hier kunnen zien is de bouw van Bakkerij Krummel al flink verder. Ze hebben onder andere het bordje opgehangen, er zijn al heel veel dakpannen geplaatst. Ze zijn begonnen met de panelen op de restaurantgedeelte en de steigers zijn bijna rondom helemaal verwijderd. Een prachtig aanzicht vanuit het Max en Moritzplein. Ook is er groot onderhoud gaande bij Pinocchio. Ook is er groot onderhoud bij de Indische Waterleden zoals jullie wisten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie weer bij de volgende video van Eftel Nieuws. Tot dan.